Hey, welkom bij Cash. Ik ben Chris. Ik ben Barry. En vandaag gaan we in de tweede aflevering van Crypto Trader voor Beginners kijken naar de exchange. Welke exchange gebruiken wij het meest? Dat is Binance. Die gaan we dus ook meenemen in deze reeks. En jullie een beetje uitleggen hoe of wat. Dit is, vinden wij, een van de gebruiksvriendelijkste exchanges eigenlijk. En een kleine tip. Gebruik altijd two-factor authentication. Ja, want we gaan er niet zo echt diep op in op de exchange zelf. Want nee, we gaan globaal, even kijken wat alles is op de exchange en wat welk knopje precies doet. Ja, want we hebben eerder een review gemaakt. Ik zal even de link daar naartoe hieronder plaatsen. Dan kunnen jullie daar even kijken. Wil je echt de ins en de outs van de exchange zelf zien. We gaan ons in deze serie gewoon echt richten op traden. Dus daar gaan we gewoon mee beginnen. Yes. Nou, open de Advanced Exchange maar. Ja, want dit is eigenlijk het startscherm zoals je het altijd ziet als je inlogt. En dan kan je hier kiezen tussen Basic en Advanced. En we gaan nooit die Basic kiezen. Leer dat jezelf ook gewoon aan. We gaan gelijk voor die Advanced. Dat is het enige wat we gebruiken. Dat is gewoon goed, hè. Dan wen je daar gewoon aan. Ja. Anders moet je weer later die switch maken en daar schiet je helemaal niks mee op. Nee. Nou goed. Als het laatste schermpje voorbij is, krijgen we dit te zien. Ja. We beginnen gewoon linksbovenaan even. Daar kan je de verschillende tijdsintervallen kun je kiezen. En voor daytraden pakken we eigenlijk de eerste. En dat is een range tussen de 1 en de 15 minuten wordt daar meestal voor gebruikt. Ja. Dan kan je het makkelijkst inspelen op de veranderingen. Kijk, ga je naar een urenkaart kijken of dagenkaarten, dan heeft dat met daytraden niet zoveel nut natuurlijk, want het is short term. De urenkaart tot 4 uur wordt voornamelijk gebruikt voor de technische analyse short term. En dan hebben we natuurlijk nog de dagencharts. En die worden meer gebruikt voor de technische analyses die gemaakt worden voor de lange termijn. En veel langer. Je kan ook een week. Ja, maar omdat heel veel zeggen, coins die bestaan zo kort. Kijk, dan druk op een week en krijg ik dit. Ja, daar kan ik niets mee. Nee, dat is eigenlijk de hoofdmoot. 1 tot 15 minuten is voor daytraden. Een uur tot 4 uur is voor de short-term analyses. En dan hebben we de dagen voor de long-term analyses te tekenen. Dan komen we bij het volgende dingetje. De tools. Ja. Dat zijn eigenlijk simpele tools om support en trendlijnen te tekenen. Maar die tekenen wij eigenlijk niet hier. Ja, gebruiken wij niet hier. Het werkt niet zo lekker. Het werkt net niet. Nee. Niet. Dus wij doen dat altijd op TradeView. Ja. En dat komt later ook allemaal wel een keer aan bod. Dan hebben we nog een kopje indicatoren. En dat zijn de verschillende indicatoren die wij gebruiken tijdens het daytraden eigenlijk. Het belangrijkste gedeelte eigenlijk om confirmaties te krijgen uit de grafiek. Extra informatie. Want die gaan we ook allemaal later in latere afleveringen behandelen. We gaan ze allemaal stuk voor stuk behandelen en uitleggen wat het inhoudt. Maar goed, nu is het even de exchange. Daar vind je de indicatoren en dat houdt eigenlijk het linker gedeelte van Binance in. Eigenlijk. Ja. Linker bovenste gedeelte. Een hoop informatie komt er op jullie af. Dat begrijpen we. Daarom maken we ook een filmpje dat je gewoon rustig op dit terug kan kijken. Ja, ik snap wel, als je op zo'n exchange komt zoals dit. Je ziet zoveel knoppen. Je weet bij god niet waar je toe moet. Ja, het kan overweldigend zijn. En dat is in deze video dus gewoon even het werkt wel heel snel. Ja. Wat is dit? Dit is gewoon een chart gedeelte. Dat is eigenlijk het belangrijkste gedeelte. Ja, grafiek. In Jippie Janneke dan. Ja, van de... Ik zie dat we heel wazig zijn. Daar zijn we weer. Dit is de chart gedeeld gewoon. Ja. Hier zie je eigenlijk alle informatie. Hier zie je de koersbeweging die in de geschiedenis heeft plaatsgevonden. Dus dit is... het staat nu op dagen. Dan kun je gewoon per dag terugkijken wat het heeft gedaan. Heel simpel. Groen betekent de koers is omhoog gegaan. Rood betekent de koers is naar beneden gegaan. Ja. Wederom, we gaan er niet heel diep op in. Dat komt allemaal langs in de aflevering. En we gaan jullie steeds stap voor stap verder meenemen in het traden van de crypto. Nu gewoon even globaal wat alles is. Hier zien we nog het volume. Dus het aantal stukken wat er verhandeld is. Is het volume hoog, dan is een bepaalde stijging of daling kan als sterk worden aangegeven. Dan hebben we nog, hoe noem je dit? Ik noem het zelf altijd het orderregister. Wat kan je hier allemaal zien? Je kan hier heel veel zien. Hier kan je de orders terugvinden die er open staan. Dus als jij hier een order plaatst, dan komt die hier te staan. Dan kan je hem gewoon terugvinden. De orders die uit zijn gevoerd en die kan je in de tijdsintervallen opzoeken. Je kan ook andere pairings hiden. Dat je dus alleen maar de coin terugziet die je nu op dit moment aan het bekijken bent. Je totale trade history, daar staan ook je funds bij. Dat kan je allemaal terugvinden.
Ja, dan komen we in het rechterdrukke verspringende gedeelte waarvan mensen denken, waar kijk ik in vredesnaam naar? Dat is het orderboek. Ja. Rechts zien we de uitgevoerde orders. Dus het hele rijtje rechts zie je ook een tijd bij staan. Dat zijn de orders die zijn uitgevoerd, dus die gedaan zijn. En dan hebben we het linker gedeelte daarvan, dat is eigenlijk gewoon het vraag en aanbod. Hè? Ja. Groen is kopen. En rood, roze is verkopen. Ja, en dit is het gedeelte altijd wat continu verspringt. Ja, je ziet alleen maar... En dit is echt het gedeelte waar je als beginner laat je er niet over overrompelen. Ja, we hebben nu een vrij rustige chart. Hè? Als je hier bij de Bitcoin kijkt, dat gaat continu heen en weer. En ja, dat is niet bij te houden eigenlijk. Hier ga je echt aan wennen. Ja. Dit komt echt goed. Ja, dat is gewoon het koop- en verkoopgedeelte. En in het midden daarvan staat dan de actuele prijs in zowel Satoshi, oftewel Bitcoin, of dollars. Ja, en we kunnen dit ook nog even visueel weergeven, hè? Dit gedeelte. Ja, er is ook nog een tekening voor, dat is het diepteboek. Ja. En daar is ook gewoon eigenlijk hetzelfde in terug te vinden. Alleen het is gewoon letterlijk van een tekening. Ja, letterlijk hetzelfde, alleen dan kan je... Dus op dit moment is er zo'n bergvraag. Ze noemen het ook wel de buy wall en de sell wall. Ja. Dus als je dat ergens leest, dan hebben ze het hier over. Ja. Nou, dat was het orderboek. Hieronder kunnen we nog de orders plaatsen. Ik wil daar wil dat nu heel oppervlakkig laten. We hebben een limit order. Dat is gewoon een order plaatsen tegen een voorafgestelde prijs. Dus je kan van vooraf... Tegen een prijs die jij zelf bepaalt. Ja, een prijsniveau meegeven. Market order gebruiken we bijna nooit. Omdat je hier gewoon risico's... je loopt gewoon risico om net voor een verkeerde prijs op te pikken. Een market order verkoopt jouw positie tegen de eerste beste prijs die er maar beschikbaar is. Ja. Dus dat kan gevaar opleveren. Soms gebruiken we hem wel, maar dat gaan we later allemaal behandelen. Stop limit is dus gewoon om je risico te beperken. Als aan bepaalde condities wordt voldaan, dan wordt jouw order uitgevoerd. Komen we allemaal later op toe. Ja. Nog een klein puntje. Ja, dit bovenste gedeelte. De laatste prijs van de koers. Ja, 24 uur verandering en het volume. Gewoon even de basisinformatie. Maar wat wel vooral belangrijk is, is het volume. En dat komt later aan bod als we coins gaan uitkiezen. Ja. Dit is wel een belangrijk dingetje, daar moet je wel op letten. Is dat is het volume, hoeveel er op dat moment met die coin getrade wordt. En dat is op dit moment dus bijna 3000 bitcoin. Ja, en onder dit vakje kan je daar ook gewoon op zoeken. Ja, en als we echt gaan traden, bijvoorbeeld met daytraden, dan gaan we echt op zoek naar coins met veel volume. Dus ja, dat is wel gewoon belangrijk. Ja. Ja, dit was eigenlijk... Ik denk dat dit de basis is van Binance, wat alle knoppen een beetje inhouden. Ik denk dat het toch wel belangrijk is dat als jij dit opent, is het een weerwar van kleurtjes en verspringende cijfertjes en rare lijntjes. Jullie taak is gewoon, raak je bekend mee. Ja. Voor mij is het eigenlijk allemaal al koek en ei. En dat moet het voor jullie ook worden. Want als je wil gaan traden, je moet in een split second moet je soms een beslissing kunnen nemen. Of snel nog even je prijs aanpassen en dan die order aanpassen. Dus kijk er gewoon naar. En kijk wat er gebeurt als er hier een getalletje, als er iets wordt verkocht, het verplaatst hier. Wat doet het dan op de kaart en wat betekent het allemaal? Ga gewoon even een half uurtje zitten neuzen wat het nou precies doet en wat er nou precies gebeurt. En raak vertrouwd. Want dit is echt het opstapje wat je nodig hebt voor traden. Ja. Als je niet weet hoe de exchange werkt. Dit is traden. Dus traden begint allemaal bij de exchange natuurlijk. Het lijkt echt heel ingewikkeld. Dat gaat echt, als je het gebruikt, dan is dit peanut. Gaat vanzelf. Ja. Nou, dit was de tweede aflevering van Crypto Traden voor Beginners. Volgende week uiteraard weer een nieuw filmpje. Vind je dat dan leuk? Abonneer dan even op ons kanaal en druk op het belletje. Dan krijg je weer een berichtje als wij een nieuw filmpje posten. Ja. Mocht er nog iets niet duidelijk zijn of wil je iets weten, kan je ons altijd mailen. Maar misschien verstandiger is om... De Discord te joinen. De Discord te joinen, inderdaad. Ja, dan kan je gewoon live 24 uur per dag je vraag stellen. Weet je iets niet? Join gewoon die Discord. En daar zitten zat mensen die je heel de dag door antwoord kunnen geven op jouw vragen. Wil je dat niet, kan je ook nog altijd mailen naar dopecash@gmail.com.
Maar die Discord, dat maakt het veel makkelijker. En elke zaterdag... En elke zaterdag join de livestream. Kun je ook altijd vragen stellen. Dus volgende week weer een nieuwe aflevering van Crypto Trader voor Beginners. Ja. Later.